Ja, nu kijk ik nog steeds naar Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk. En bij mij aan tafel aangeschoven, ja, iemand die ik eigenlijk mijn hele leven al ken van televisie. En, nou zo, ik ben heel lang niet op de televisie Maar dat geweest. Weet ik, maar ik ben inmiddels loop ook al tegen de 50. Okay, dus dat op een gegeven moment weet je het ook allemaal wel. Ursel de Geer, inmiddels ook theaterproducent. Nee, geen theaterproducent. Geen theaterproducent? Ik ben regisseur. Je bent regisseur? En ik speel af en toe een monoloog. Dus ook acteur. En vroeger heb ik dus televisie gedaan. Maar voordat ik televisie deed, was ik ook al bij toneel betrokken. Dat weet ik inderdaad. Ja, okay. Dat klopt. De aanslag, 70 voorstellingen, Bos Theaterproducties, dat is gecanceld. Ja, ik was op 12 maart, waren we op weg voor de vierde try-out in Barendrecht. Ja. En halverwege kregen we een telefoontje, keer maar weer om. Want dat gaat niet door. En toen is het natuurlijk eindeloos geprobeerd om het te verschuiven, eerst naar juni. En toen werd het misschien september. Maar het was een prachtige voorstelling geworden. Geweldige acteurs. En dan. Want hoeveel mensen stonden er op? Vijf. Vijf mensen. Peter Bollehuis, Henriette Tol, Reno van Rijswijk, Linde van den Heuvel. Het is echt. Victor Leun natuurlijk. Het was een prachtige voorstelling geworden. En dan wil je heel graag. De 19e was de première in Haarlem. En dan, dat gaat dan niet door. En dan rij je terug en dan denk je, nou, dit gaat misschien. Ja. Een week of drie duren. Ja, dat dachten we natuurlijk allemaal. En dat schoof natuurlijk steeds verder op. En steeds meer telefoontjes. En kunnen jullie dan? Nou ja, en dan blijkt dat het dus allemaal veel groter is dan wij ons überhaupt hadden kunnen voorstellen. Ja, en dan krijg je, wat gaat er gebeuren? Dan zie je alle mensen in paniek. Wat gaat er gebeuren? Geen salaris meer, wordt niet meer betaald. Gewoon ellende. En Inge Bos wordt, heeft. Dat wordt niet opgevangen door elk impresariaat, door elk producent. Maar goed, je begrijpt, ik denk dat Van Engelshoven geen idee heeft hoe het. Ze is hier zo meteen. Ja, weet ik, kan me niet schelen. Die heeft geen idee hoe zoiets tot stand komt. Hè? Ik bedoel, Inge Bos investeert een enorm bedrag, die neemt acteurs aan, decorontwerpen, alles wordt betaald van tevoren. En dan gaat die productie lopen en de theaters betalen haar en dan moet je terugverdienen. En dat gebeurt niet. Nee. Dus die investering is weg. Dus zij heeft al, weet ik veel, is misschien wel een miljoen. Een ja, miljoen want schuld. Het is niet alleen de aanslag, maar zij heeft natuurlijk meerdere producties lopen. Ik geloof nog zes of zeven producties lopen. Maar kan dus het zij is überhaupt een drama. Maar valt zij daar niet om? Nou ja, kijk, ik denk dat er een aantal producenten zullen omvallen als er niet genoeg hulp komt. En het probleem met toneel is. Bij grote bedrijven kan je zeggen, we sparen. Hè? Als we goed verdienen, zetten we wat opzij. Ja. Maar je weet, toneel, dat levert geen vet op de botten. Nul. Nee. En dat is het grote probleem. En bij de overheid is kunst natuurlijk en cultuur is derde rangs. Hè? Je hoort er nooit over. Je hoort eerder over een nagelstudio die weer open moet dan over de kunst en over het toneel. Daar word ik zo boos over. En dat komt Van Engelshoven met een fooi werkelijk, die 300 miljoen. Als je weet hoeveel mensen er werken en hoe belangrijk het is. Hoe denk jij nou dat het komt? Want ik weet niet of je net toevallig de column hebt gehoord van Cecile Huizen, als ik het goed heb. Een prachtige column waarmee het hele culturele spectrum werd samengevat. Okay. En werd verteld, werd geschetst over als dat allemaal weg zou vallen, hoe het land er dan uit zou zien. Hoe komt het nou dat dat besef er bij zoveel mensen niet is? Want het is namelijk klip en klaar volgens mij. Opvoeding. Wij voeden de kinderen niet meer op met kunst en cultuur. Kijk, ik wil niet zeggen dat het vroeger beter was, want de middelen zijn veel beter nu. Maar ik kreeg vroeger, door de leraar Frans, werd er gewoon een plaat opgezet met Lavaar van Molière. En daar moesten we allemaal naar luisteren. En we gingen naar toneel en we gingen overal naartoe. En volgens mij is dat een beetje weg. Maar ik denk dat het nog wel bij mensen leeft. Maar wat ik zo'n probleem vind, is dat wie je ook hoort uit het kabinet, het woord cultuur of kunst valt nauwelijks. En pas na veel aandringen is nu de linkerkant, gaat nu zeggen dat er 700 miljoen bij moet. Maar dat had Van Engelshoven natuurlijk moeten zeggen. Ja. Zoals Merkel. Dat zijn tenminste, dat zijn mensen die van cultuur houden. Dat is bilddoen. De SP was hier vanmiddag, hoor. Oké, maar ja. We moeten. Dit is. Kijk, wij gaan zonder kunst heus niet dood, hè? Want zonder kunst kunnen wij gewoon in leven blijven. Ja, maar dan gaan we niet dood. Dan wordt het maar niet we leuk, gaan Rob. Pas leven
als er kunst is. Ja, exact. Nou, en daar gaat het om. Kunst is, en zeker waar ik in zit, het theater, dat is zo'n ongelooflijk uniek. Wat hoor ik nou de hele tijd? Dat, ik weet het ook niet. Ik hoor ook. Dat is jouw telefoon hoor. Jeetje. Ja. Dit is het Kamerdebat. Dit is het Kamerdebat. Ja. Nou, dat is ook wel een beetje. Ik zal hem even uitzetten. En wat zeggen ze? Weet je het of niet? Krijg je het uit? Ja, het is ook. Nee. Ik zou. Weer een hamer? Nee. Nou ja, dat is ook wel helaas ook een beetje een onderdeel van onze cultuur geworden, die telefoon. Ja, nee, die moet uit. Dat snap ik. Aan de zijkant kan je hem op stil zetten. Het is toch een iPhone? Nee. Ja, kom dan. Is die toch geloof ik? Schrikkelijk. Dit gaat allemaal van je tijd af, Ursul. Wacht even, dit is een drama. Het is alsof die. Zie je het? Nee. Ja, moet jij eens opletten. Je krijgt hem nooit meer aan, maar dat geeft veel. Oké, dank je wel. Dus, kijk, want daar had ik het van de week ook over aan tafel. Ik zat hier zondagmiddag ook. Dat heel veel mensen vanuit de politiek en ook überhaupt roepen. Toerisme moet weer op gang komen, Schiphol moet open. Terwijl ik denk, de mensen die hier naartoe komen. Die komen inderdaad niet voor het snorkelen in Scheveningen. Of wat dan, of het koraalrif in Oudorp. Die komen voor de cultuur, die komen voor de musea, die komen voor de Keukenhof, die komen voor het Anne Frankhuis. Ik snap niet zo goed dat mensen dat niet snappen. Is dat alleen maar opvoeding? Nou ja, je moet het ook hebben ervaren. Dus ze moeten meegenomen worden. En ik praat voornamelijk over theater en misschien over musea waar je dan komt. Het brengt je in een andere wereld. Kunst staat tegenover het vooroordeel. Kunst laat je voelen wat andere mensen denken en voelen op het toneel. Je wordt op scherp gezet. Je geest wordt verscherpt. En er gebeuren op het toneel dingen die magisch zijn. Dus die iets bij je binnenbrengen en die iets teweeg brengen in je, wat je misschien niet eens kan benoemen. Nee. Maar dat is zo ver weg van het dagelijkse strijd om het bestaan en het werken wat je doet. En dat is onwaarschijnlijk belangrijk. Dat het veel meer is dan de som der delen. Ja. En dat vind ik waarom ik verslaafd ben geraakt aan toneel. Dat heeft daarmee te maken. Op mijn 16e zat ik te kijken naar iets waar ik geen s'nachts van begreep. De gevangenen van Altona, van Sartre, ik begreep er niks van. Dat is een goede instapvoorstelling als je net begint. Ja. Maar het was toch fascinerend. Fascinerend. Ja. En daar gaat het om. We hebben hier aan tafel tot slot veel alternatieven al gehoord. Mensen die ideeën hadden. Hebben jullie enigszins nog nagedacht? Het is bijna onmogelijk, denk ik, zo'n voorstelling als De Aanslag, om dat nog een soort coronaproef te maken. Dus het is al coronaproef gemaakt op 1,5 meter. Ja. In ieder geval in mijn hoofd. Ja. En dat is niet zo moeilijk. En we hopen natuurlijk dat het nog een keer gespeeld gaat worden. Ja, dat hoop ik ook vanuit voor jou. Ik wou nog iets. Ik heb ooit een bewerking gemaakt van Nachtrein naar Lissabon van Pascal Mercier. En daar was geen geld voor, want er is natuurlijk veel te weinig geld überhaupt voor de kunst. Maar toen heb ik daar een solovoorstelling van gemaakt. En daar zit één stukje, en dat wou ik toch even aan je vertellen. Daar zegt hij. Laat hij een van zijn personages laat hij zeggen. Er zijn dingen die te groot zijn voor ons mensen. Verdriet, pijn, eenzaamheid, dood. En daarvoor hebben we de religie geschapen. Maar wat gebeurt er nu we die hebben afgeschaft? Wat ons blijft, is de poëzie van het individuele leven. De kunst. Maar is die sterk genoeg om ons te dragen? Ik denk van wel. Ik denk zeker van wel. Ik denk het ook. Prachtige afsluiting. Voor hoeveel mensen ga je tekenen hier? Voor 200. Voor 200 mensen. Er zijn 200 mensen die, die voor Bos werken, voor Bos Theaterproducties. Bos Theaterproducties. Heel erg bedankt voor je mooie woorden. En we zien elkaar in betere tijden. Heel graag. Op toneel. Dankjewel. Ik kom kijken. Oké. Dankjewel.